4 jaar lang was het stil in het Polmanshuis, maar nu bruist het weer. Het pand was van oudsher was het al een restaurant. Dat gaat het nu weer worden, met een bar erbij en een hotel met 23 kamers. Topkok Vito Rekers is er neergestreken. Hij heeft het vak geleerd in Karel de Vijfde, een tophotel elders in de stad. En dat zijn ook de ambities in het verbouwde Polmanshuis. We staan nu in onze honeymoon suite met een fantastisch dakterras, maar met nog een prachtiger uitzicht op de Dom en de kerk. Dus dit is genieten zowel in bad als wanneer je in bed ligt bij ons. We willen een luxueus gevoel neerzetten waar mensen kunnen genieten, even de tijd vergeten in de chaos van deze tijd. Een stukje luxe met complete persoonlijke ervaring en beleving. Dus hoe hospitality hoort te zijn. Dat klinkt duur en dat is het ook. Het nieuwe hotel en het restaurant met de naam Hemel en Aarde zijn niet voor de mensen met een kleine beurs. De prijzen zijn er niet mals. We gaan hier een ode brengen aan de seizoenen. En het restaurant gaat in alle facetten daarin meebewegen en veranderen. En met name de nadruk willen leggen op groentebereidingen. En dat aanvullen met vis en vlees in de menus. Dus we gaan een 6 gangen menu draaien. Wat uit te breiden valt met een kaasgerecht. Een kleine selectie aan à la carte bestellen gerechten. En ook een aparte barkaart voor in de bar. Het doel is natuurlijk om een Michelinster binnen te slepen. Maar als je daarnaar vraagt, krijg je alleen maar ontwijkende antwoorden. En ik zeg altijd, ja, we willen hier wel mensen iets bieden wat ze thuis niet snel kunnen maken. Dus het moet wel uniek zijn.